Excelsior Maassluis had een prima midweekse wedstrijd, want het won met 3-0 van TEC. Hoe anders was het bij IJsselmeervogels dat met 3-0 verloor thuis van Rijnsburgse Boys. En de zenuwen gieren al door de kelen van de Vogels supporters, want de ploeg staat te laag. Vorig seizoen een heel matig seizoen en nu dus weer op weg naar een hele matige seizoensopening. Met balbezit voor de thuisploeg. Excelsior Maassluis, getraind door Dogan Konijen, de man die nog 2 jaar speelde bij IJsselmeervogels. En daar is het Pieter Langendijk. Notabene Langendijk die vorig seizoen op de Westmaat bij de Rooien speelde. Toen geen potten wist te breken. Nu krijgt hij hem voor zijn linker. En zoals hij dat kan met zijn linker, verslaat hij daar doelman Jemy Schaap. En is het 1-0 voor Excelsior Maassluis. Al na 4 minuten. Dan moet Schaap in actie komen en doet dat uitstekend. De doelman van IJsselmeervogels die Pieter Langendijk op zijn nummer zet en de redding heeft in de kruising. Dan IJsselmeervogels. En wat gebeurt daar? Klei weg. Och, bijna een eigen doelpunt. En dan heeft Tom Boks, de doelman, alle geluk van de wereld samen met Tobias Kleiweg, de centrale verdediger. Vincent van den Berg, vorig seizoen nog voetballer, nu assistenttrainer bij de ploeg van Excelsior Maassluis. IJsselmeervogels dan met de kans. Kalitatmine. En dan heeft Excelsior Maassluis geluk bij de inzet van Tatmine. Excelsior Maassluis dan weer. Weer naar Langendijk. Langendijk en dan is de korte hoek vrij. Maar met het handje van Schaap en de paal scoort hij niet zijn tweede van de middag. Pieter Langendijk, oudspeler onder andere van Sparta. Zoeken naar Kleiweg. Die krijgt die bal niet voor zijn voeten. En dan is dit schitterend hoor. Pieter Langendijk geeft zijn visitekaartje af. Wat hem vorig seizoen bij Vogels niet lukte, dat lukt hem uiteindelijk in Maassluis op Sportpark Dijkpolder wel. Hij alweer met zijn 3e doelpunt in deze competitie. En Gert-Peter de Gunst heeft de nodige problemen met IJsselmeervogels. Want het loopt niet bij de Vogels. En weer is het de thuisploeg dat op jacht gaat naar de 3-0. Dit is Bram Wennekers. Wennekers! En de voorzet is daar, maar het redden komt uiteindelijk op naam van Jordi Ruizendaal. De nieuweling die de opleiding bij IJsselmeervogels genoot, even naar NEC ging en weer terugkwam bij de Vogels. De Vogels die dan toch maar eens ten aanval moeten met Sterling. Sterling, hé, dat is een overtreding. Ja, zegt Robin Gansner, de scheidsrechter. Het is uiteindelijk het laatste tikje dat wordt gegeven door Statia. En dan is het de strafschop voor IJsselmeervogels. Mike van der Laar, jawel, Mike van der Laar met zijn eerste in deze competitie. Good old Mike van der Laar, 29 jaar, al zo lang bij de Vogels. En hij verslaat daar Tom Boks. Is kansloos rechts in de benedenhoek. En IJsselmeervogels proeft dat er iets te halen valt. Weer wordt Sterling weggezocht. Balbezit dan weer voor de Vogels. Met Ibrahim, combinatie. Ibrahim zet voor. Prachtig! Prachtige goal van Kian Visser. Harkemaase Boys, daar komt hij vandaan, de 20-jarige. Ibrahim, combinatie met Sterling. Daar is de voorzet en Visser twijfelt niet. Schiet hem loeihard achter doelman Boks. En dan is het gelijk bij Excelsior Maassluis, IJsselmeervogels. Nog een kans voor Van den Beemt. Maar net het handje van Jemy Schaap voorkomt dat de Vogels weer op achterstand komen. En dus blijft het 2-2 in Maassluis.